Carola Schouten, ChristenUnie. Hoe vraag je als Kamerlid een debat aan? Je hoort Kamerleden vaak zeggen in de media, ik wil gaan een debat aanvragen over dit onderwerp. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat debat dan ook meteen gevoerd gaat worden. Daarvoor moeten ze hier wel steun krijgen, eerst in de Kamer. En die steun proberen ze dus te krijgen tijdens de regeling van werkzaamheden. Wat is de regeling van werkzaamheden? Elke dag dat hier vergaderd wordt, op dinsdag, woensdag en donderdag, vindt er een regeling van werkzaamheden plaats. Dat is het moment waarop Kamerleden debatten kunnen aanvragen. Die regeling vindt altijd plaats zoiets na de lunchtijd. En het is gebruikelijk dat je van tevoren meldt, eventjes van ik ga zo meteen een debat aanvragen over dit en dit onderwerp. Dan kunnen andere Kamerleden zich daar vast ook even op voorbereiden dat dat aangevraagd gaat worden. Nou, bij die regeling van werkzaamheden loop je naar het spreekgestoelte. Daar herhaal je je verzoek nog een keer. Ik wil graag een debat aanvragen over dit onderwerp. En dan gaan andere partijen reageren of dat ze daarmee akkoord zijn of niet. En als er dan voldoende steun is, dan kan het debat gevoerd worden. Maar het kan ook zijn dat er geen meerderheid is, maar dat er wel minimaal 30 leden zo'n debat willen. En dan kun je een 30 leden debat aanvragen. Het verschil is vaak dat je dan iets minder spreektijd krijgt dan bij een normaal debat. Maar het geeft wel de gelegenheid om bijvoorbeeld voor dat er ook een minderheid in de Kamer nog wel een debat kan vragen over een onderwerp. En dat je niet altijd de hele meerderheid van de Kamer hoeft te verzamelen. Wat is de rol van de voorzitter? De voorzitter die bepaalt niet zelf welke debatten aangevraagd worden. Dat bepaalt de Kamer. Alleen als er dus een meerderheid is voor een debat, zorgt de voorzitter ervoor dat het debat wordt ingepland en wanneer. Nou, naast de debatten die Kamerleden zelf aanvragen, worden er ook andere debatten gevoerd. Voornamelijk over de wetten die vanuit het kabinet naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dus het is aan de voorzitter ook om te bewaken dat er een goede evenwicht is tussen de wetsvoorstellen die behandeld moeten worden. Maar ook ruimte te geven aan de debatten die Kamerleden zelf graag willen voeren.